Een van de belangrijkste aspecten binnen Yuki is de communicatie tussen accountant en ondernemer. Want met Yuki willen we deze twee partijen zo nauw mogelijk laten samenwerken. En daarom heeft Yuki een paar interessante functionaliteiten ingebouwd. En daar gaan we in deze video even naar kijken. Ik bevind mij nog altijd binnen mijn domein en ik wil natuurlijk een bepaalde factuur bespreken met mijn accountant. We hebben al gezien hoe dat we zeer gemakkelijk naar een bepaalde factuur kunnen zoeken, bijvoorbeeld met onze zoekfunctionaliteit. Moest u niet meer weten hoe dat juist in zijn werk gaat, raad ik zeker vast aan om deze video nogmaals even te bekijken. In dit geval ga ik gewoon even naar het archief. Dan klik ik op de map Verkoop en dan zie ik natuurlijk rechts de facturen en links de omschrijving. Ik klik op het pijltje links vooraan de regel en dan open ik deze factuur. Zo krijg ik onmiddellijk te zien of deze factuur al dan niet betaald is, wat in dit geval dus nog niet het geval is, en voor wie deze factuur juist opgesteld is geweest. Er staan bovenaan nog een heel deel tegels, bijvoorbeeld om een factuur aan te passen, te verwijderen, het PDF-documentje hiervan terug te vinden, etc. Maar ik wil deze factuur graag bespreken, want bijvoorbeeld we hebben een verkeerde prijs gebruikt of een verkeerde omschrijving. Dan kunnen we deze vraag stellen door middel van het vraagicoontje. Wanneer ik dat doe, kan ik zeggen ik heb een vraag over mijn boekhouding. Wanneer ik daarop klik, gaan we onmiddellijk een vraag kunnen stellen. Voilà. Ik krijg de factuur in kwestie te zien en ik kan van boven mijn vraag stellen. Beste, ik heb een foute omschrijving gebruikt. Kan ik dit aanpassen? Voilà. Wanneer ik nu op versturen zou klikken, gaat de accountant onmiddellijk een melding krijgen van deze factuur met de bijhorende vraag. Ik kan dus op versturen klikken. Voilà, en de vraag is gesteld geweest aan mijn dossierbeheerder. Van zodra hier een antwoord op komt, ga ik hier een e-mail van ontvangen. En dit op mijn e-mailadres waarmee ik ingelogd ben. Zo hoeft u niet steeds naar Yuki te komen om te zien of u een antwoord heeft op uw vraag. Voilà, dat is in orde. Maar nu wil ik graag natuurlijk al deze vragen terugvinden. En deze vinden we terug onder het postbus-icoontje. Het postbus-icoontje is niet alleen de plek om alle documenten in aan te leveren, maar ook het communicatiekanaal in Yuki. Zo kunnen we hier al onze vragen terugvinden. Bijvoorbeeld het totaaloverzicht, alle vragen, open voor Yuki, dus onze dossierbeheerder, of open voor mij als ondernemer. In dit geval klik ik op alle vragen. En dan kan ik hier alle vragen terugvinden die ik heb gesteld. Ik zie op welke datum, de omschrijving, typen, van wie en of deze al dan niet afgehandeld is. Wanneer ik deze zou openen, krijg ik nogmaals de vraag te zien en de factuur in kwestie. Natuurlijk, we hebben ook al in een vorige video de aandachtspunten besproken, die ook zeer handig zijn als communicatietool. Maar moest u hier nog vragen over hebben, of dit was niet duidelijk, raad ik zeker en vast aan ook deze video nogmaals even te bekijken. Zo kunnen we dus zeer gemakkelijk communiceren met onze accountant over alle documenten of facturen binnen Yuki. In de volgende video gaan we de bankomgeving van Yuki ook even ontdekken. Tot daar!